is een mooie kleding. Ja. Dan langzaam met een stokje op zijn hand omhoog. Stop ja. maar hier. Stop maar hier en dan mocht hij opstappen. Ja. Als we tegenwoordig denken aan bekende Groningers, dan denken we aan Kraantje Papi, Arjen Lubach, Janine Albering of Arjen Robben. Maar als we terug gaan in de tijd en op zoek gaan naar de meest belangrijke en invloedrijke Groninger, komen we misschien wel uit bij W.A. Scholten. Hij had een bedrijf over heel Europa, van Groningen tot aan Rusland. Hij had panden door de hele stad, zoals hier. En hij had een eigen straat, de W.A. Scholtenstraat. We gaan 200 jaar terug in de tijd. We duiken in het leven van Willem Albert Scholten. Hoe zou je omschrijven, wat voor man was het? Nou, een echte ouderwetse, calvinistische, harde werker. Een man die wel wat op zichzelf was, zijn eigen gang ging, maar wel open stond voor de problemen van anderen. Hij had enorme ambitie en gewoon grote ideeën en een visie. En ik vind het wel mooi als iemand dat heeft en dat dan ook nog waar maakt. En dat kan alleen maar als je, denk ik, heel hard werkt. Echt heel hard werken. Deze man werkte echt 24/7. En wat deed hij dan? Hij is begonnen met verf, maar dat is afgebrand. En toen is hij overgestapt op de aardappelen. Nee, ik ben ook wel benieuwd, hè. Als W.A. Scholten een vriend van je zou zijn, omschrijf met z'n drie woorden. Ik denk dat hij een beetje een Donald Trump is van de 19e eeuw. Een Donald Trump van de 19e eeuw. Waar kijk ik naar? Nou, we hebben hier een print dat hij 50 jaar fabrikant is en dit is in een nutshell zijn leven. Hij is eigenlijk met niks begonnen, handelsreiziger, oliehandel of olieraffinaderijen, fabrieken zien we, scheepswerven. En we zien hem daar als gelauwerd en geridderd fabrikant, 50 jaar later. Ik heb 4 jaar onderzoek naar hem gedaan en veel van hem gelezen wat hij heeft geschreven. Hij is begonnen, zoals je misschien weet, met een kleine fabriek in Vauxhall. Daar heeft hij ook tijd bij gewoond. Het was een eerste aardappelfabriek. Maar in de jaren 1860, toen hij op een gegeven moment toch wel een beetje wat rijker werd en wat meer geld had te besteden, toen zei hij van, goh, ik wil eigenlijk wel in de stad wonen. Ja. En hij is toen op de kaart gaan kijken, want hij was natuurlijk wel gewend aan wat ruimte. Dus hij wou een tuin. En hij heeft toen eerst een huis gekocht op de hoek van de Gelkingenstraat en de markt. Hier dus ook? Ja, hier in de buurt. Daar heeft hij rustig zitten wachten tot die freules en de jonkheer allemaal doodgingen. En toen heeft hij één voor één het huis gekocht. En toen op een gegeven moment heeft hij die drie huizen had hij in handen, heeft hij plat gegooid. En daar dus een gigantisch pand, het Scholtenshuis, heeft hij daar neergezet. Maar om toch weer zo'n markt te maken, heeft hij toen het huis er eenmaal stond en waar dus ook zijn kantoor, huiskantoor was, heeft hij de gemeente een windvaan geschonken. En die zie je nog staan op hier op het gemeentehuis. Die staat er nog steeds op. Die staat er nog steeds op. En wat zie ik hier? Verder gevorderd, dan is hij industrieel, is hij in Amsterdam. En op het moment vriest het en hij moet naar Amsterdam-Noord toe. En dat hele verhaal is dan ook bekend. Dan denk je, weet je wat ik doe? Ik ga lopen over het ijs, want dan spaar ik gewoon een dubbeltje uit voor het veerpont. En dat is die zuinigheid, terwijl hij al geld genoeg had. Maar dan was hij wel trots op. Maar dus een beetje zuinigheid, maar toch ook avontuur, want hij gaat wel op het ijs naar de overkant. Ja. Is dat kenmerkend voor W.A. Scholten? Ja, dat denk ik wel. Het was natuurlijk wel iemand die brutaliteit en durf had. Ja. Ja. Wat heeft hij concreet betekend voor de stad Groningen? Hij is een hele belangrijke werkgever geweest. Misschien een beetje zoals nu de universiteit hier is. Zo groot? Heel veel mensen, nou in die tijd, maar dan meer in de provincie. Hij heeft in de jaren 1860 dat theekoepeltje bij het spoor. En in de jaren 70 heeft hij Villa Gelgia gebouwd als een soort van buitenhuis. En hij heeft nog een kinderziekenhuis gefinancierd. Dus hij heeft wel heel veel betekend voor de stad. Ze zeggen ook vaak, ja, hij was zo slecht voor zijn personeel. Mm-hmm. Hij was een harde werker. Je moest hard werken bij hem. Maar hij heeft ook heel veel anoniem, heel veel giften gedaan voor de stad. Dus ik denk dat hij wel een beetje een anonieme weldoener is geweest. Ik fiets hier heel vaak langs dit gebouwtje. Ik vind het schitterend, ja. Maar dit was ook dus van de heer Scholten. Scholten heeft dit in de jaren 1860 heeft hij hier een stuk land gekocht. Ja. De spoorwegen, het spoor was er toen nog niet. Dat is pas in 1870, de spoorlijn van Groningen naar Meppel is toen aangelegd. En hier stond een oude herberg, die heeft hij gekocht, een soort lustoord, en dat heeft hij toen verbouwd. En toen op een gegeven moment heeft hij dat plat gegooid en toen heeft hij dit dingetje hier neergezet. En op stand, hè? Want het ziet er prachtig uit. Ja, hij heeft het echt heel mooi laten ontwerpen, ook weer door Jan Maris, zijn huisarchitect.
Er zitten een paar mooie elementen in. Wat zijn er nog bijzonderheden aan dan? Op de top zie je een beeld van Mercurius. Dat is natuurlijk de Romeinse god van de handel en de winst. Dus dat sprak hem natuurlijk wel aan. Er komt nu net de trein aan. Maar dan was het dus 150 jaar geleden dat Scholte hier naartoe liep. In zijn mooie kleding. Ja. Dan langzaam met een stokje op zijn hand omhoog. Stop maar hier. En dan mocht hij opstappen. Ja. En dan ging de poort open hier en dan. Ja, en dan kon hij, dan stopte de trein, stopte voor hem en dan kon hij alsnog instappen. Ah, wat heerlijk. Ja, dat. Dat wil ik ook. Dat zou het pad nu nog komen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Peter Veldhuis, jij organiseert de Tocht om de Noord. Klopt. Leg mij eens uit, wat is het eigenlijk? Nou, de Tocht om Noord is eigenlijk een soort van ontdekkingstocht. We zijn een jaar of 14 geleden zijn we begonnen daarmee. We kregen een soort opdracht van de provincie om iets nieuws te bedenken waarmee mensen van buitenaf Groningen zouden kunnen ontdekken. En toen dachten we, nou, dan moeten we iets gaan doen met zintuigen. Want via je zintuigen ontdek je een beetje. Je ziet dingen, je proeft dingen, je hoort dingen. En lopen natuurlijk. En bewegen. En toen hebben we de Tocht om de Noord hebben we bedacht. Waarbij je loopt volgens het Gronings Volkslied. Ja. Van Lauwerszee tot Dollardoo. Dus van de ene provincie naar de andere kant. En van Drenthe tot en het wat. Dus je doorkruist eigenlijk echt helemaal Groningen. Dat is wel cool. Ja. En dit jaar staat een beetje in het teken van W.A. Scholte. Ja, klopt. Wij zijn ook echt in de geschiedenis van Willem Albert Scholte gedoken. Ja. Hoe kan je Willem Albert Scholte nog tegenkomen tijdens deze tocht? Misschien even een heel klein stukje geschiedenis. In die zin dat we proberen bij de Tocht om Noord elk jaar een thema te bedenken wat in het kader staat van zoveel jaar geleden. W.A. Scholte, dit jaar natuurlijk exact 200 jaar geleden geboren. En wij vonden het heel erg mooi, omdat we nog nooit eerder in de Veenkoloniën zijn geweest, om iets te gaan bedenken rondom industrieel erfgoed. Ja. Nou, en volgens mij zit W.A. Scholte midden in het industriële erfgoed. Ja, leg het eens kort uit, waarom hier, wat heeft hij betekend? Nou, als je kijkt wat hier gebeurde, als ik bijvoorbeeld in het Veenkoloniaal Museum ben, hier in Veendam, en dan zie je daar een paar hele mooie foto's, waarin je eigenlijk een soort panorama ziet van Veendam. En dan kijk je en dan zie je daar wel geteld 21 schoorsteenpijpen. En dan denk je van, wat moet hier vroeger geweest zijn dat er zoveel fabrieken waren? En het antwoord daarop is W.A. Scholte. We zien mevrouw Klasina Sluis daar staan, dat was hij ook al. Dit is een kantoor. Hij komt aan met een koets. En we zien ook eigenlijk al een deel van zijn producten, want we zien vaten die worden naar Engeland geëxporteerd. Mm-hmm. Daar zat onder andere stroop in, want het is niet alleen zetmeel, maar het is ook stroop. En er werd ook jenever uitgehaald. Hij kon voor alles met die aardappelen. Je kon ook al jenever eruit halen, dus hij maakt ook jenever eruit. En dat zien we dan hier in schepen worden dus naar Engeland toe getransporteerd. Ja, we zijn op de plek waar W.A. Scholte in 1842 zijn eerste aardappelzetmeelfabriek opende. Bij dit meer, en ik moet ook eerlijk zeggen, het lijkt eigenlijk nog best wel op 150 jaar geleden. Je ziet daar twee boompjes en die staan echt serieus ook op dit schilderij nog. Bootje is alleen weg. Maar voor de rest niet zoveel veranderd. De fabriek is weg. Al moet ik wel zeggen dat nog steeds het hele gebied in handen is van de aardappelzetmeelproductie. En volgens mij zit hier ook nog een bedrijf dat momenteel het grootste is in aardappelzetmeel ter wereld. Dus wat dat betreft heeft W.A. Scholte hier de basis gelegd voor een bedrijf dat nog steeds hier werkzaam is. Ongelooflijk. Dorien, waar zijn we nu? We zijn nu bij het zogenaamde buitenhuis van de familie Scholte. Het heet Villa Gelria. Ja, dat is de Latijnse naam voor Gelderland. En dat is de provincie waar W.A. Scholte vandaan kwam en waar hij geboren is. Ah. Dus dat is een soort eerbetoon aan zijn afkomst. Ze hebben dit huis gebouwd in 1872 met een enorme tuin. De tuinen waren veel groter dan wat ze nu zijn. Dus later nog een huis voor de tuinman en een koetshuis bijgekomen. Dus dit was waar ze in het weekend of in de zomer, als het te warm was in de stad, waar ze verbleven. Wat een pand, hé. Ja, echt fantastisch. Het is prachtig. Echt heel mooi. Ja. Zou jij hem willen kopen? Of ja, dan? Heel graag. Ja, daar wil ik wel wonen, maar wie niet? Ik denk dat ik niet de enige ben. Nee. Het weer is opeens ook bijzonder triest geworden op de begraafplaats. Ja, nou, het is inderdaad wel een goed beeld zo. Waar staan we nu? We staan voor het graf, de grafkelder van W.A. Scholte, waar hij zelf is ingezet in een grafkelder. Samen met eigenlijk de hele dynastie later. Zijn zoon en de kinderen van zijn zoon liggen hier allemaal, zijn vrouw.
En ja, hij heeft toch ook weer wederom zijn, zich weer even laten zien. Het is een ongekend groot ding. Het is echt een heel groot ding. Je ziet hem vanaf de snelweg, torent hij overal bovenuit. De zon schijnt nu eindelijk weer. Hoe zal die vanuit de wolkjes nu naar ons kijken? Dat we hier met een soort verwondering, met een soort van gevoel. Wat was die man groot naar hem zitten te kijken? Ja, ik denk dat hij het wel mooi vindt. En dat hij dan hoopt dat wij daar wijze lessen uit zijn daden kunnen halen. Ik vind het heel moeilijk om te peilen hoe W.A. Scholte als persoon was. Aardig, hard, weet ik allemaal niet. Maar wat ik wel weet, dat ik toch een beetje geïnspireerd ben door hem. Als je hard werkt, doorzet, een doel voor ogen hebt, focus daarop houdt, kan je groot worden. Kan je de hele wereld aan. En de rijkste man, de meest belangrijke man van heel Europa worden. Ik zie wel wat in zijn tactiek.